Goedemorgen, zonder zorgen. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Vandaag is zaterdag en wij vieren vandaag Tony zijn verjaardag. Er komen hier allemaal vrienden en we gaan barbecuen. Het is een prachtige dag, dus we hebben geluk. Maar ik heb gisteren het een en ander lopen bereiden. Salmorejo, een hele grote hoeveelheid, 2 kilo geloof ik. Ensaladilla rusa, dat is een soort tonijnsalade, ook een hele grote hoeveelheid. En pasta salade. En die pasta salade is nog niet helemaal af, maar die eerste twee die moet Tony even proeven. Want ik heb ze in de thermomix gemaakt. En volgens mij is het niet het originele recept dat ik normaal gebruik. En ik heb mijn twijfels bij of het lekker is. Ja, ik was al wel uit aan het moeren. Está bueno. Lo que pasa es que se me toma muy frío ahora mismo. Creo que quizás un poquito más peso estaría un poquito mejor. Oké, terwijl Toon de boel gaat opruimen voor de gasten. Het hele terras moet schoongemaakt worden. De barbecue en de salon een klein beetje. Ga ik nog even een uurtje naar het strand met Julian. Want het is zo'n mooie dag. En dan kan hij lekker even wat energie kwijt. Julian, kom, we gaan naar het strand. Wauw, wat heb jij een mooi outfitje aan. Met je sokjes erbij. Dat zijn ook wel hele lieve sokjes en op je rug. Zullen we naar de visite? We hebben allemaal visite. Mijn kleine Smurf hier is net wakker uit zijn dut. En hij heeft bijna 1,5 uur geslapen, dus dat is voor uitgang. Wie zijn het allemaal? Oh, wil je niet even kijken wie er buiten zijn? Hola chicos. Hola. Que aproveche. Gracias. Hola Holanda. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal el salmorejo? Porque tú eres... Eso lo dices porque estoy grabando. Rafa tiene... Su madre tiene la mejor receta de salmorejo. Entonces es muy... critica mucho. Pero bueno. Dit is Spanje. Ik moest even snel uit met Julian om wat te halen. En ik sta nu in de parkeergarage onder ons huis. En ik hoor Rafa zingen. Vanuit de parkeergarage. Ik ben benieuwd hoeveel klachten hebben we gekregen van buren. Spanjaarden zouden niet zo snel klagen, maar wij wonen met veel buitenlanders. Dus Duitsers, Nederlanders, Belgen. Het is nog vroeg hoor, het is 6:30. Dus dat kan gewoon, vind ik, eens in de zoveel tijd. Hou over wat gezelligheid. Brengt weer wat reuring in de straat. Mijn moederhart kon het weer niet laten. Zitten we weer met zo'n Mickey-ballon. Zo. Alsjeblieft. Dit is trouwens wat ik aan heb. Dit gebreide setje. En ik ben nog helemaal verwilderd, zie ik nu. Hoor je dat, Julian? Zij zijn aan het zingen. Zullen we even kijken? Está fuera? Lo escuché en el garaje. Lo escuché desde el garaje. Vandaag is zondag. Wij zijn zojuist aangekomen bij La Cala de Migas. Toon heeft een dikke, vette kater. Die is aan het uitslapen, want die heeft de energie wel nodig. Omdat ik vanmiddag op pad ga met een vriendin. Dus ik ga even lekker met Julian naar het strand. Misschien naar een speeltuintje, lekker wandelen. En dan zien we wat de ochtend verder brengt. Dit gebeurt elk jaar dat ineens die switch komt naar de lente, het voorjaar.
gisteren voor het eerst mijn slippers aan gehad en vandaag kan het gewoon weer. Volgens mij zit het ook echt in mijn hoofd, want het is nu vandaag 20 graden zon, geloof ik. Maar voor mijn idee is het veel warmer. En voorheen op dagen van 20 graden had ik gewoon nog laarzen aan en een trui. Dus misschien is het ook een mentale switch. Maar voor mij is de Spaanse primavera, de lente, officieel begonnen. En we doen geen jassen meer aan. En slippers mogen ook gewoon constant aan. We zijn weer thuis en ik ga een poging doen om cinnamon rolls te maken. Die zijn heel simpel als het goed is. Je haalt croissantdeeg, dat hebben ze hier niet. Dus ik heb deze gehaald, hojal de mantequilla. En dan maak je een mengsel. Roomboter met bastardsuiker en kaneel. En dat ga je hier overheen smeren. Dan krijg je dit. Zo, geen idee of dit genoeg is. We gaan het zien. Dan ga ik hem dichtrollen. En dan gaan we hem snijden in rondjes. Dit zijn wel hele kleine. Dit lijken net iets bij de IKEA verkopen. Ik had twee van die vellen achter elkaar moeten plakken, zodat ze groter zouden zijn. Dit ziet er verrassend lekker uit. Ze zijn natuurlijk ook wat groter geworden in de oven. Daar stond ik even niet bij stil. Het enige wat nog mis is dat sausje. Maar ja, dat heb ik niet. Maar ik denk dat dit al heel lekker is voor bij de koffie. En zo simpel. Stop! Cheers! Wat een leven! Hè? Eerst even een drankje en dan wachten we tot er een tafel vrij komt. Met als voetjes in het zand. Ja. Het is echt sinds dit weekend is de zomer weer begonnen, voor mijn gevoel. Jij hebt dat gevoel dus ook, want ook jij hebt gisteren voor het eerst je sandalen aangetrokken. Ja. Nou, cheers Sam. Ik nog steeds met hetzelfde biertje. Goedemorgen. Althans, niet de beste morgen voor mij. Wij hebben twee zulke afschuwelijke nachten erop zitten. De afgelopen weken gaan bar slecht, maar de afgelopen twee nachten, oh my god, gewoon uren achter elkaar krijzen. En we weten niet waarom en de frustratie die daarbij komt kijken. En dan de, oh, nou ik hoef het niet, ik heb het al vaker niet uitgelegd. Maar nu overdag weer niks aan de hand en het blijft een jongetje ooit, dus dat is in ieder geval fijn. Het is vandaag vaderdag in Spanje, dus ik ga Toon mee uit ontbijt te nemen. Als het goed is, komt hij zo naar beneden rijden. En ik ga even een wasje erin doen bij de wasstraat, want daar kan veel meer in die wasmachine. Als wij een nieuwe wasmachine gaan kopen voor het nieuwe appartement, wil ik sowieso minimaal 10 kilo. Want we hebben nu 6 kilo en dat is echt klein met een klein kindje. Dus ja, let's go. Oké, dit matras blijft hier ook liggen. En het is een vrij nieuw matras. We hebben hem 2 jaar terug gekocht. Ligt geweldig, goede kwaliteit. Maar er zit een enorme koffievlek in van de newborn tijd. Dat Julian bij ons in bed lag en dat ik alles zo over ons bed gooide. En ja, ik heb dat gewoon genegeerd. Dus ik ga nu proberen om dit met de stoommachine eruit te krijgen. Dit is de before. Het is beter, maar niet perfect. Ik denk dat ik toch die hoes eraf ga halen en even ga bleken. Het menu hebben we shakshuka vanavond met feta kaas en munt. Voor jullie aan hetzelfde, maar met volkoren rijst, zilvervlies rijst. Oh jongens, ik wil dit niet eens goedemorgen noemen. Het is 5 uur 's ochtends. Wij hebben echt een, nou, ik denk dat het die 18 maanden slaapregressie is. Wat ik zeg, we hebben al 1,5 jaar een slaapregressie, maar dit slaat wel echt alles. Sivlini, wil je Lini wat eten geven? Ja. Zullen we Lini een snoepje geven? Kom maar. Ja. Ga je deze Lini geven? Lini, Mina? Hallo. Hallo.
Oh jongens, ik vind het zo moeilijk. Voorheen had ik me hier al weken druk over gemaakt. Dat is wel mijn redding geweest nu ik moeder ben. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd gehad. Wel dingen gepland natuurlijk, maar ik heb er niet echt bij stilgestaan tot vandaag. De dag dat ik ze ga wegbrengen. Lieve! En ik vind het zo, oh, ik vind het zo zielig, want ik weet, ze gaan het heel goed hebben waar ik ze heen breng. Maar ik denk wel dat ze echt even lastig gaan krijgen, die eerste paar dagen of week. Ja, het wordt een uitdaging. Zoals je ziet, heeft Tony de krap al voor mij al uit elkaar gehaald. Die ga ik nu in de auto laden. En dan de kattenspulletjes in de auto laden en dan de mandjes pakken. Ik heb gisteren nog deze last minute bij de dierenwinkel gehaald. Zodat Lysiane die in huis in het stopcontact kan steken. Dit werkt kalmerend. En werkt ook echt goed. Dit hebben we eerder gebruikt. Dus dat. Ja. Oké, let's go. Let niet op al die drank. Dat is nog van het feestje. Moment of truth. Olly zit erin. Oké, let's go. Rijden nog maar een kwartiertje. Hallo! Hey. Nou jongens, we zijn over. We hebben nu even de slaapkamer afgezet. Zodat ze eerst even kunnen wennen aan de geuren en de ruimte. En je ziet, op zich valt het me mee. Lin dook direct onder bed, maar is nu al op verkenning uit. Hola Lini. En Olly ook. Nou, we hebben ook al de spulletjes mee, de voederbakken, waterbakken. En ze hebben dus al elkaar kunnen ruiken, want we hadden dekentjes uitgewisseld een paar dagen terug. Ik zie Mathildo daar al. Oh, de deur gaat vallen. We hebben de deur al even weggehaald, want het gaat zo goed. Oké, daar krijgen we een interactie. Olly! Good morning! Wij zijn weer herboren. We hebben een nacht gehad waarbij hij van 7 tot 7 twee keer wakker is geweest uit mijn hoofd. Nou, geweldig dus. Echt, dit hadden we weer even nodig. We zijn helemaal weer energized. En Julian is ook echt heel blij wakker geworden. En dat vind ik ook echt zo fijn. Want hij had een paar dagen heel pittig. Hopelijk zijn we er nu doorheen. Kijk, daar hebben we weer de klimmer en klauteraar. Even je fitje laten zien van de dag. Je mooie trui. Ja. Oké, ik had een koffietje genomen na het werken. En ik zit even helemaal in een tip. Ik moet eruit komen. Dus ik ga een timer zetten. 30 minuten. In 30 minuten wil ik zoveel mogelijk inpakken. As possible. Want er liggen hier en daar nog dingetjes door het huis. Die ook de berging in moeten. Die ik over het hoofd heb gezien. Kleine laadjes en dingetjes. Dus let's go. Minuten voorbij en we zijn weer verder gekomen. Deze twee dozen en de air purifier mogen naar de berging en dit mag naar de sloop. We zijn thuis na een lange dag. Het is 4:15 al. Ik moet nog koken. Ik ga een pasta recept met aubergine en asperges uit de oven maken. Het wordt een verzinsel, dus ik ben benieuwd.
Maar terwijl ik de oven alvast even voor verwarm, ga ik het volgende uitpakken. Een pakketje van Love Every. En ik hoop dat Julian daarmee de kooktijd zoet is. Je hebt dit hoogstwaarschijnlijk wel eens voorbij zien komen. Dit komt echt als geroepen. Net dat ik dacht, oh, ik heb weer nieuwe speeltjes nodig die leuk zijn voor zijn leeftijd. Nou ja, dit is gewoon perfect, want dit is daar helemaal op ontworpen. Dit zijn playkits die je kan ze loskopen, maar je kan er ook een abonnement mee afsluiten. En die ontvang je dan iedere zoveel maanden, afgestemd op hun leeftijd. Kijk eens. Wauw! Zo blij. Ik heb van vriendinnen gehoord dat de kwaliteit echt prachtig is. Wat is dit allemaal? Dit is de kit voor 19 tot en met 21 maanden. Je krijgt er ook een boekje bij met uitleg over de speeltjes en waarom dat dan goed is voor de ontwikkeling of leuk is. Oh, dit ziet er zo leuk uit. Een boekje. In ook allemaal talen. Je hebt het in Spaans, in het Nederlands. Ik heb Nederlands besteld. Oh my god. Die is mooi. Een bus. Wauw. Een bus. Met poppetjes. Oh, echt heel leuk. Wauw. Ga je rijden met de bus? Deze gaat de oven in. Tadaa! Dit is die van mij. Het ziet er echt heel goed uit. Oké, op de camera niet. Maar het ruikt heerlijk. En dit is die van Julian. Ik weet niet of ik het al genoemd had, maar hij eet echt al een week geen avondeten. Dus dit is vooral voor de show. Ik ben benieuwd of er wat van ingaat. Waar is Nemo? Het visje. Nemo. Ja, Nemo. En de kikker? Wat zegt de kikker? Good morning. Het leek mij wel leuk om ook nog even in deze vlog te delen hoe het gaat met de tweetalige opvoeding. Julian is nu 1,5. En vanaf het begin hebben we afgesproken dat ik puur en alleen Nederlands praat, met uitzonderingen daargelaten, en Tony alleen Spaans. Daarnaast krijgt hij op de opvang ook een woordje Engels te horen. Het is een Spaans-Engelse opvang. Dus dat is onze aanpak. En hij is nu 1,5. Sinds dat hij 1 jaar is ongeveer kwamen de eerste woordjes al. En eigenlijk merk ik dat hij heel erg gelijk loopt met andere leeftijdsgenootjes. Het is niet een enorme kletskous. Zinnen maken doet hij nog niet bijvoorbeeld. Maar volgens mij is op deze leeftijd minimaal 10 woordjes zeggen normaal. En er veel meer begrijpen natuurlijk, maar dat is wat anders. En ik denk dat hij op dit moment rond de 15 à 20 woordjes zit die hij echt wel regelmatig gebruikt. Dus ik had eigenlijk rekening gehouden met een achterstand op het begin. Want ze zeggen wel eens, ja, tweetalige kindjes kunnen er wat langer over doen. Maar volgens mij gaat het hartstikke goed en zit hij heel gemiddeld op de lijn. Je mag dan wel alle woordjes bij elkaar optellen. Dus het is niet 20 woordjes in het, of 10 woordjes in het Nederlands en 10 woordjes in het Spaans, maar bij elkaar. Eerst merkte ik dat vooral Nederlands naar voren kwam, omdat ik natuurlijk de meeste tijd met hem doorbreng. Maar ik begin nu te merken dat hij toch iets meer naar het Spaans neigt. Ik zou zeggen dat hij nu ongeveer op 60% Spaanse woordjes, 40% Nederlandse woordjes zit. En dat is wel grappig, want ja, dat was niet zo. Maar ja, we wonen natuurlijk in Spanje. Hij hoort Spaans op de opvang. Hij hoort Spaans als we buiten zijn. Dus dit is wel een logisch gevolg. En het is ook waarschijnlijk dat hij steeds meer naar Spaans toe gaat trekken. En dan is het dus aan mij om heel erg aan het Nederlands vast te houden. En dat schijnt nog pittig te kunnen worden. Maar ik ben echt vastbesloten om dit door te zetten. En hoe dan ook, al moet ik op mijn kop gaan staan, ga ik hem vloeiend Nederlands leren. ik merk wel dat, omdat ik heel erg veel met hem praat, ik ben zelf natuurlijk ook echt een kletskous en heel verbaal, dat hij mij heel goed begrijpt. Het Nederlands begrijpt hij naar mijn idee beter nog dan het Spaans. Alhoewel het lastig te vergelijken is, want Tony ziet hem bijna niet. En ik merk duidelijk dat Julian mij beter begrijpt dan Tony. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dat op de opvang zit. Misschien dat hij de... die leidsters die zien hem elke dag, die weten waarschijnlijk beter te communiceren in het Spaans
En weten beter wat hij wel en niet snapt dan Tony op dit moment. Dus dat. Ik merk ook al dat hij, en dat had ik nog niet verwacht, woordjes met dezelfde betekenis al in twee talen kan gebruiken. Dus even een voorbeeld. Mas en meer. Die gebruikt hij allebei. Hij zegt dan als hij meer wil, zegt hij mas. En dan herhaal ik, wil je meer? En dan zegt hij meer. Dus dat is heel grappig om te zien. En daarnaast, ik weet niet of dit typisch iets is van deze leeftijd, heeft hij een soort eigen taaltje al ontwikkeld. Voor bepaalde voorwerpen heeft hij zelf namen bedacht. Een vliegtuig is een lolo of een lo. En een motor is een papu. En ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Dus dat is heel grappig. Tot zover dus de update. Ik ben eigenlijk heel blij met hoe het gaat. En ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Voordat we gaan afsluiten is het tijd voor het Spaanse woord van de week. Het Spaanse woord van de week is el desarrollo infantil. En dat betekent de ontwikkeling van het kind. Tot volgende week.